Tweede oefenwedstrijd van DVS 33 onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer Bert. Welkom bij de club. Ja, dankjewel. Het is thuiskomen, hè, zoals men zegt. Thuis, en bevalt het tot nog toe? Ja, kijk, alle voorbereidingen zijn als trainer altijd fantastisch, omdat iedereen gaat met een leuke energie het seizoen weer in. En voor mij was het in het begin even een soort reunie en nu volledig focus op de jongens. En gaat de voorbereiding op rolletjes? Ja, buiten de pijntjes die spelers dan vaak hebben, kan ik niet anders zeggen dat het wennen, hè, zowel binnen de staf als met de spelersgroep, gaat erg vlot, gaat erg goed. En er is veel goed geregeld, dat scheelt ook. Je kan je bijna alleen maar met voetbal bezighouden en dat is voor mij als trainer heerlijk. Ja, dat is, lijkt mij inderdaad ook heel erg lekker. Vanmiddag een gerenommeerde tegenstander die je ook nog kent van de hoofdklasse B, Bert. Ja, daar heb ik nog wel een beetje pijn van, inderdaad. De laatste wedstrijd 5-2 verloren thuis van Genemuiden. Maar goed, prima tegenstander om nu te treffen. Vorig jaar waren ze fysiek erg sterk. Ik weet niet hoe dat dit jaar is wat dat betreft. Maar goed, in deze fase ben je vooral gericht op je eigen spel. Je eigen manier van voetballen. Hoe je elftal wil hebben. Dus daar richten we ons op. Maar het is een hartstikke goed niveau wat Genemuiden heeft natuurlijk. Wat is het plan van jou van vanmiddag? Wat je de spelers gaat voorschotelen? Nou, waar het vandaan om gaat is dat ik wil bij balverlies dat je ontzettend snel druk op de bal durft te gaan zetten. Daar zoveel focus op liggen. Hoe staan we tussen de linies bij balbezit tegenstander? Veel over gesproken, wil ik dingen van terugzien. Ja, en verder wil ik ook aanvallend zien, de creativiteit van de groep die erin zit. Ja, die wil ik toch al een beetje terugzien vanuit de jongens zelf. Zonder dat ze bepaalde opdrachten en dergelijke hebben meegekregen. Ik ben gewoon heel nieuwsgierig wat ze kunnen op dit moment. Dat zijn wij ook. En we wensen je heel veel succes ermee, Bert. Dankjewel. De scheidsrechter van vanmiddag, de heer Serik, heeft gefloten voor het begin van de wedstrijd. De oefenwedstrijd tussen DVS 33 en Genemuiden. Genemuiden, een gerenommeerde tegenstander die ongetwijfeld zo snel mogelijk richting de derde divisie wil. Ongetwijfeld een van de favorieten in de hoofdklasse B dit seizoen 17-18. Genemuiden in balbezit en wel via Roelof de Jong. En die plaatst hem naar Matthias Breeman. Heiko Epe. Mike Arends. Opvallend dat in 7 minuten Daniel van Warven nauwelijks aan de bal is geweest. Schitterend. Dit wordt... Oh, ho, 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 ho. Wat een ongelofelijk doelpunt. Dit is een De Vriesje. Niet te filmen. Wat een doelpunt is dit. Frank Kuurman van Genemuiden tekent hier misschien wel het doelpunt van het jaar aan. In dit nog prille seizoen. Diepe bal op. Ja, daar komt hij. Daniel van Warf. Hij draait naar binnen toe. Had misschien ook regelrecht kunnen kiezen voor de weg naar het doel. Prachtig paasje ertussendoor. Niels, prima uitgespeelde aanval, DVS 33. Ongetwijfeld een doelpunt verdiend. Paas weer op Niels, Buitenhuis. Wil wat met Yassar. Paas net onzuiver. Mag het opnieuw proberen. Nu paas op Koen Vloedgraven, direct doorgespeeld. Kengo Ishikawa. Ishikawa met bal aan de voet. Wat gaat hij doen? Hij loopt daar door. Wat een schitterend doelpunt! Jongen. Wat een mooie combinatie. En wat spuiten er met een enorme snelheid vandoor. Als hij dit soort acties vele malen meer maakt, dan wordt hij echt gewoon een publieksliefhebber. Wat zal hij hier blij mee zijn? Ongelooflijk. Wat een heerlijk doelpunt. Yassar. Net iets te scherp voor Kengo Ishikawa. En via die voet van Kengo. Balbezit. Keeper Genemuiden. Beukenveld. Joran Pot. Foutief paasje. Prachtig. Prachtig. Ishikawa. Wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Hij tikt hem er niet in. Hij tikt hem er niet in. Maar de beweging was weer fantastisch. Had inderdaad ook een penalty kunnen zijn. Hij werd wat vastgehouden. Hij moest echt over de keeper heen stappen. Ja, dit soort kansjes moeten er dan gewoon wel in. Beloon jezelf met de doelpunten. Mike Arends. Korte.
Roland de Vries terug. Mike Arends. Voorzet. Daar staat Gökhan Yasar. En Daniel van Warven. Prachtig schot, Daniel. En dat kan hij heel goed. Maar de keeper stond in de weg. Prima eerste helft. Zeker qua veldspel. Nu nog de kansjes creëren en benutten. En dan is het publiek hier ongetwijfeld tevreden. Paasje terug van Joran van Zanten. Kleine misverstand tussen Heiko Epe en Joran van Zanten. Riemens. Ja. Kuurman. Wat gaat er gebeuren? Nou, die bal die gaat met een gelukje er gewoon in. En Genemuiden, een ploeg die in de eerste helft qua veldspel zo tegenviel, scoort hier gewoon de 1-2. Lars van der Wetering, Yannick van Zalm, van Zwam, heel goed gezien. Heiko Epe. Beweging voorin. Jeroen Buitenhuis, Jeroen nog steeds. Jeroen. En hij schiet hem net naast. Mooie actie. Jeroen Buitenhuis. Combinatie met zichzelf en een centrale verdediger van Genemuiden. Levert toch deze schietkans op. Bijna daar Mike Arends bereikt. Maar niet helemaal. Dat is een beetje de wedstrijd van de tweede helft. Bijna, maar niet helemaal. Roland de Vries. Makkelijk zich staande houden ten opzichte van Kavak. Nu diepe bal op Yasar. Bijna, ja, daar toch. Mike Arends. Mike Arends, die wil daar met een stiftje de keeper verrassen. Jammer. Mislukt net. Poging was goed. Daniel van Warf. Lars, nu. Nu mag hij zijn waarde bewijzen. Wat gaat hij doen? Heel goed. Prima. En dat dacht ik niet helemaal. En Daniel van Warven die maakt zich ook heel erg kwaad. Hij was duidelijk achter de bal. En ging daarna pas versnellen. Scheidsrechter, absoluut geen buitenspel. Maar goed, prima gespeeld. Jeroen Buitenhuis. Nu. Jeroen Buitenhuis. Eén man, twee man. Yasar. Oh, net weer niet zo'n... Weer net niet. De scheidsrechter vindt het genoeg zo. Maakt er een eind aan. Genemuiden gaat hier vandoor met een 2-1 overwinning. Dames en heren.